70.000 beschadigde huizen. Dat is het meest zichtbare gevolg van de explosie in Beirut. Er zijn ook veel bedrijven beschadigd geraakt. Vooral eenmanszaken zijn kwetsbaar. Het kleine bedrijf is vaak de enige bron van inkomsten van een familie. De Joint Response in Libanon helpt bij de reparatie van de huizen en steunt ondernemers bij het herstellen van hun bedrijf. Vanuit de Dutch Relief Alliance werken er in Beirut 6 Nederlandse organisaties samen om kwetsbare families te helpen. De hulpverlening van de organisaties is gericht op de thema's cash support, onderdak, protectie, water en hygiëne en voedselzekerheid en levensonderhoud. In deze video wordt er ingezoomd op het werk rondom onderdak en levensonderhoud. De grootste uitdaging was om de huizen te repareren voordat de winter aanbrak, zegt Rami. Hij sloot zich meteen na de explosie aan bij het bouwteam van Save the Children. De inwoners van Beirut verloren hun huizen en levensonderhoud. Dit raakte mij en daarom ben ik humanitair werk gaan doen. Ook het huis van Sami is beschadigd door de explosie. De ramen zijn kapot gegaan en worden nu vervangen door het bouwteam. Medewerkers van de SADA, de lokale partner van Save the Children, bezoeken regelmatig de wijk waar Sami woont. Ze nemen niet alleen de schade op, ze bieden ook een luisterend oor. Sami woont alleen en oogt eenzaam. Het bezoek van SADA doet hem zichtbaar goed. Ondanks alles wat er gebeurd is, voelt Sami zich nog steeds op zijn plek in zijn huis. Ik heb veel meegemaakt, maar ben nog steeds sterk. Ik ben niet bang. Zolang God aan mijn zijde is, verlies ik de hoop niet. Ik leef met de dag. Door de explosie zijn veel bedrijven beschadigd en zijn mensen hun bron van inkomsten kwijt. Dat geldt ook voor Rana. Na de explosie was het chaos in haar kledingwinkel. De ramen lagen eruit en de waterleiding explodeerde. IRC, de partner van Stichting Vluchteling, helpt ondernemers zoals Rana om hun bedrijf weer op te bouwen. De gevolgen van de explosie zijn in de winkel nog wel merkbaar. Klanten komen soms terug met kleding waar gaatjes in zitten door de rondvliegende glasscherven. De inwoners van Beirut doen er alles aan om de gevolgen van de explosie te boven te komen. Ze werken hard aan het herstel van hun beschadigde huizen en bedrijven. De mensen zijn veerkrachtig en vastbesloten om de draad weer op te pakken. Meer weten over de Dutch Relief Alliance en ons werk in Beirut? Ga dan naar dutchrelief.org.